Mama had mij hier beneden afgezet. Ze zegt van ja, ik kan hier niet helemaal naar boven rijden. Ze. Maar ja, ik mocht hier dan wel schoon met die valies en alles hier naar boven lopen. En dat op een maandagochtend. Goedemorgen. We zijn op u aan het wachten, hè? Hey, is het waar? Ja. Je bent er nog mooi op tijd. Ja, maar je hebt de mail niet gelezen, zeker? Het moet van gisteren al hier zijn. Ah, gisteravond 7 uur. Ja, ja. Hij kwam de berg opgelopen en ja, hij zag er wel goed voorbereid uit. Maar ja, dan begon dat hier al direct met een misverstand. Dus ja, ik weet zo niet goed hoe dat gaat lopen voor de rest. Heb jij uw gsm bij? Ja. Oké, die mag je dan afgeven. En jouw portefeuille mag je ook afgeven, Len. Ja. Oké. Eigenlijk, hier is iedereen gelijk voor de wet. Dus voor Lenny geldt dat ook hetzelfde. Dus ja, een beetje een week afkicken van zijn gsm. Oké, Len, we gaan eerst even eten, dat je met je kracht kunt opdoen, want het is wel echt een drukke dag. Dus ik hoop dat je klaar voor bent. Ja hoor, denk het wel. Een boterham met choco, zeker? Mag ik eens passeren, alsjeblieft? Dank u. We maken het allemaal eventjes stil. Vanaf wanneer is dat hier al bezig? Len. Dat is met je eigen. Dat jij ook stil zijn alsjeblieft. Len, jij zit bij mij vandaag in de groep. Dus jij rijdt ook als eerste. Dus jij mag ook straks jouw botten aandoen en jouw tok meenemen. En dan mag je ook voor het scherm komen staan. Zeg, hebben we er eigenlijk een beetje zin in vandaag? Ja! Dus we gaan onze pony gaan opzadelen, hè. Olivia, jij rijdt met Roos. Ja. Chloe, jij met Sphinx. Roos met Jumper. Olivia, jij met jouw pony ook? Ja. Oké, super. Dan mogen jullie gaan opzadelen. En met welk paard mag ik rijden? Ah ja, juist. Len, uw pony of paard staat daar ergens in die stallen. Maar het is een donkerbruine, je gaat hem direct kunnen vinden. Ja. Goed? Oké, kijk goed. Oké, mogen jullie vertrekken. Let's go! Ik denk dat we nu naar daar moeten. Denk ik. We hebben hem gevonden. Vriendje. Ja, we gaan hem nu vlug borstelen, zodat we er snel kunnen opstappen. Nu ga ik het zadel erop leggen. Voilà, het is opgezadeld nu. Ik ga nu wel even mijn pull-out doen, want ik ga het heel warm zijn om te rijden zo. En dan maak ik mezelf klaar en dan kunnen we vertrekken naar de les. Ja, ik denk dat ik me vandaag eigenlijk wel een beetje terug kind ga voelen. Ik heb dat nooit niet mogen meemaken, die paardenkampen, want ik rij ook nog niet zo lang. Ja, maar zo tussen al die kindjes, dat ligt precies zo terug op sportkamp zoals vroeger. Ja, je dat niet echt dicht komt bij elkaar, hè. Dus een klein beetje afstand houden. Ah, hij is eindelijk daar. Zeg Len, hoe komt het dat hij zo lang wegbleef? Ja, ik vond hem eigenlijk eerst niet. Dus, het was nog een helse zoektocht naar. Okay, we moesten eerst nog dat paard gaan zoeken en zo. En ja, dat we die dan gevonden hadden. En natuurlijk, en dan nog opzalen en van alles. En ja, iedereen zat al op zijn paard. Ja, ik nog niet natuurlijk. Oké, Len, zit je helemaal klaar? Ja, denk ik wel. Oké, super, dan gaan we beginnen. Hè. Ja, we zijn nu even aan het inrijden. We gaan een beetje dressuur rijden, dat de paarden opgewarmd zijn. En dan straks gaan we een beetje horsballen. Dit is de bal waar we mee gaan horsballen. De bal wordt dan opgerapen. En dan moeten ze passen naar elkaar. En dan wie een punt maakt, wint uiteindelijk. Ja, ik ging eigenlijk ietsje te diep. En dan ja, ik raakte er niet aan en mijn voet schoof uit mijn stijgbeugel. En ja, daar lag ik dan. Allee, het was niet echt gevallen, het was meer. Met de voetjes op de grond, letterlijk en figuurlijk. Ja, dus de kinderen krijgen hun middageten. Ze krijgen eerst altijd versgemaakte soep. Daar is Milo's altijd lekker van. En dan in het middag krijgen ze nog kippen met wortelpuree. Heeft iedereen lekker gegeten? Ja! De groep van Len, jullie mogen straks mee naar buiten komen, want jullie hebben straks theorieles. Als theorie gaan we het disciplinespel spelen. Wie kent het disciplinespel niet? Alright, super. Dan ga ik jullie dat een beetje uitleggen. Hè? Dus je ziet hier allemaal prentjes. Als je goed gegeten hebt en dan zit je daar in het zonnetje met de zon op je gezicht. En ja, dan is het allemaal snel gebeurd. Hè. Het is nu springles, dus daarvan krijg je wel weer zo'n beetje... Daar heb ik echt wel zin in, dus dan krijg je wel automatisch een beetje meer energie.
Joehoe. Je mama heeft al gebeld. Ze is aan het wachten op u. Ik heb al jouw spulletjes al bij, hè? Jouw gsm, denk dat je blij bent om dat terug te zien. Ja. Je portefeuille. Dank u. En dan al die spulletjes. Voilà, hè. Dank u wel. Alsjeblieft. Ik hoop dat je het een beetje leuk vond. Ja, ik vond het eigenlijk kei leuk. Oh, super. Hopelijk zien we jou nog eens terug. Ja, sowieso. Oké. Okay. Dank u wel. Dag. Spulletjes. Amai, dat is weer typisch. Snel alles moeten inpakken van al mijn kleren. En ja, dan hier op die kasseitjes. Ik struikel hier zo'n beetje en ja, mijn valies valt open en al mijn kleren eruit. Typisch gewoon dat aan mij moet overkomen. Ja, als we thuis komen, ik denk dat we gewoon eerst al die vieze kleren in de wasmachine gaan steken. En dan ja, het is nog mooi weer, dus misschien barbecue nog vanavond. Super lange dag ook natuurlijk, maar echt super fijn en voor herhaling vatbaar.